Dag allemaal. Kijk, dit is mijn drone na de reparatie. Nadat de gimbalkabel was geknapt. Maar bij het aanzetten gebeurt er iets vreemds. De camera komt niet meer terug in zijn startstand, zeg maar. Dat de camera naar voren wijst. En er is toch iets aan de hand. Op een of andere manier wil die niet goed werken. Nou, even een beetje voelen aan een van de motoren van de gimbal. Ik heb het kapje even verwijderd. Dan zie je inderdaad dat het allemaal een beetje stroef gaat. Nou, diverse video's bekeken hoe ik dat moet oplossen. En uiteindelijk is het me toch gelukt. En heb ik weer even een testvlucht gemaakt. Nou, wat mij direct opviel, en misschien valt het jullie ook op, is dat er een soort waas over het beeld heen zit. Dan zou je zeggen, van, nou, dan is de lens misschien vies. Maar die heb ik even goed bekeken en die was dus niet vies. Dus dat zal iets van condens geweest zijn, omdat ik misschien van een warme ruimte naar buiten ben gegaan. Omdat daarmee wat condensvorming ontstaat. Dus dit is eigenlijk de eerste vlucht na de reparatie van de drone. Kijk, daar rechts zie je de boom waar die in terecht gekomen is. En waardoor die dus ook een harde landing heeft gemaakt, laten we het maar zo zeggen. Nou, even wat functies uitproberen. Even mezelf een beetje bekendmaken met de bediening van het toestel. Ik heb hem even op de beginnerstand gezet. Dat betekent dus dat die drone dus niet verder kan vliegen dan zoveel meter. En niet hoger kan vliegen dan zoveel meter. Plus dat de drone dus ook sensoren van voren heeft. Die dus voorkomt dat je ergens tegenaan vliegt. Zoals bijvoorbeeld het dak van onze boerderij. Kijk, hij wil niet verder. Want de drone zegt, hé, er is een object voor mij. En ik ga er niet tegenaan vliegen. Hartstikke mooi. Ik zou er langs willen vliegen, maar ik durfde het nog niet aan. Het waait ook nog een beetje, windkracht 2 ongeveer. Het is niet helemaal verstandig om dat te gaan doen, want voor je het weet belandt hij weer ergens in een boom of tegen een gebouw. Nou, toch even wat hoger. En hier wil ik even kijken in hoe ver het de horizon nog klopt. En nou, hier gaat het redelijk goed. En je ziet het inderdaad, ik ben nu hier aan het laag vliegen. Dat met de horizon, dat is nog niet helemaal goed. En dat zal je later ook wel gaan zien. Nou, hier krijg ik een signaal van de applicatie dat ik te ver weg vlieg. Dat is dus inderdaad de beginnersmodus. Die voorkomt dat je de drone letterlijk uit het zicht verliest. Kijk, als je wat ervaren bent en je durft te vliegen op dat wat je ziet op je mobiele telefoon, dan is het natuurlijk niet zo'n punt om een kilometer verderop te gaan zitten. Maar hier durf ik dat natuurlijk nog niet aan. Nou, omdat het ook nog een klein beetje waait, ben ik ook even een beetje laag gaan vliegen. Ook al eventjes, ja, het maakt nog niet uit hoe hoog ik vlieg, als het maar even gaat om om de gevoel van het vliegen. En ja, je ziet het niet aan het beeld. Eigenlijk had ik ook even een beeld van buiten moeten hebben, want de drone die beweegt toch redelijk wild heen en weer. Maakt ook bepaalde bochten. Hier spring ik weg. Ondanks dat de drone een bepaalde hoek maakt, als hij bijvoorbeeld moet afremmen of moet sturen of moet optrekken, de gimbal zorgt ervoor dat het beeld nog steeds even strak blijft. Nou, hier ga ik dus een poging doen om te kijken van hoe zit het met de horizon. Hij corrigeert het wel, maar het is nog niet helemaal goed. Kijk, daar beneden loopt onze pony, Miranda. De drone maakt toch heel weinig indruk op haar. Maar ja, ik durf ook niet al te dicht bij haar te vliegen, want ik wil haar ook niet laten schrikken. Nou, kijk, zo zie je het. Kijk, als je ziet, op het moment dat hij een onderwerp ziet, zoals bijvoorbeeld onze boerderij met achtergrond, dan corrigeert hij het wel. Dus de horizon klopt hij enigszins wel, maar in eerste instantie lijkt het alsof hij nog wat scheef staat. Nou, het meest opvallende was eigenlijk dat de applicatie aangeeft dat hij een update nodig heeft, een firmware update. Maar op het moment dat ik dat wil doen, zegt hij dat hij bijgewerkt is. Dus dat is ook nog iets waar ik nog even mee aan de slag moet. Nou, het weer is niet helemaal perfect. De kleuren zijn niet echt heel mooi. Het is een beetje grauw weer. Maar ik vond die zonnestraling natuurlijk wel weer de moeite waard om eventjes op video te zetten. Nou, dan gaan we nog even een rondje maken. Een laatste rondje. Om te kijken of het allemaal wel goed gaat met de horizon. En je ziet het, hij is niet helemaal recht. Dus misschien dat hij nog een keer gecalibreerd moet worden. Het kan zijn dat er toch nog ergens een software update nodig is. Maar goed, dit was het zover. En
tot de volgende vlucht.